De natuur rondom Rooi, gezien door de ogen van Gratje Brouwers. Gratje, natuurgids van het IVN, zwerft regelmatig rond door de bossen, struwelen en weilanden rondom Sint-Oederode. Hij kent het gebied als een broekzak. Op zijn struintochten gaat het fototoestel mee, oren gespitst en ogen wijd open. De oogst van deze tochten is een bonte verzameling foto's en bijbehorende verhalen. Ja goed, top links en rechts kom ik rondgelopen, dus ik zie eigenlijk van alles weerskanten. Waar je hier ziet, dat is een boom, maar dat is een plakoksel. Ik weet niet of jullie er ooit van gehoord hebben. Maar dat zijn eigenlijk twee bomen die een beetje tegen elkaar ingegroeid zijn. En hier in deze stukken, heb je regelmatig dat er water in blijft staan. En wat is dat dan met een boom? Die krijgt dan een beetje een zwakke plek. En als het dan ooit heel hard gaat waaien, dan heb je kans dat die stukken of die kant ooit afbreken. Hier kun je het zo zien, zie je dat? Dat is gewoon afgebroken. En hier, dat is deze, de gaai. Lieve plaatsen overal. Dat is echt een bosbouwer die echt alle eikels in de grond stopt. Hij kan op stukken 4 of 5 kan je in zijn mond doen. En dan gaat hij ze neerzetten als het nodig is. Wordt hij ze weer kan gaan halen, denk ik, als je zin hebt. Is dat samen als een morgkool? Ja, samen als een morgkool. Ja. Deze van de groene specht. Mannetje en vrouwtje, kun ik zien dat hier ook echt met die poot hier echt vast zit. Zie je niet 1, 2, 3, 4, maar net hier ook nog. Zouden zeggen een poot. Maar dat is echt een steunpilaar wat hij toch echt zijn stevigheid mee behoudt. Dit is de snavel, die is heel flexibel. En dit is de absorberende soort koraal die echt de klappen opvangt van het hout, in ieder geval kappen dan. En dit is een tong. Komt hier uit het neusgat, gaat hier naar boven, hier splitst hij zijn eigen weer in tweeën. Hier komt hij weer bij elkaar en dan gaat je daar weer uit. En dat kan ongeveer 15 centimeter kan hij lang zijn. En dit is van een zwarte specht. Je kunt zien dat hij hier aan het hakken geweest is, een schuwe vogel toch wel. Dan hadden we dat witrot. En de horenaar die maakt daar van dat witrot, maakt die nesten van. Daar haalt hij de bijt hier wat stukken af en dan wordt met speeksel van hem wordt dat fijn gemaakt, een beetje gemengd en dan maakt hij dan zijn nest van. En hier hebben ze een boom geringd, net zo'n ring en dan zagen ze hem hier helemaal, twee stukken zagen ze hem hier in. Je krijgt helemaal geen sapstroom meer, helemaal kapot. Omdat je dan een veel oude bos krijgt, maar er kwamen helemaal geen vogels of niks kwam erin. En toen zo duur op die bomen kapot gingen, we kregen een veel oude bos en daar kwamen heel veel vogels op af.